Goedemorgen lieverds, welkom bij mijn dagelijkse vlogje. Het is. En ik ben al op mijn werk. Ik moet dus om 7 uur beginnen, maar mijn busaansluitingen zijn niet goed. Dus ik ben hier al bijna 3 kwartier van tevoren. En dat is sowieso niet leuk, maar al helemaal niet leuk als het zo vroeg is. Heb je dat ook trouwens als je echt vroeg moet opstaan, dat je dan heel licht slaapt en heel vaak wakker wordt? Niet zozeer dat ik bang was om me te verslapen of zo. Ik weet niet wat het was, maar ja, ik ben vaak wakker geworden. Ik heb bij elkaar dus maar 5 uur geslapen en vaak wakker geworden. Anyways, ik ga lekker. Hey! I'm vlogging here! Ik ga lekker warme chocolademelk halen en gewoon rustig op het stoeltje zitten en even wakker worden en dan werken. Hey, het is alweer in de middag. Ik heb al gewerkt, ik heb zelfs een soort van een dutje gedaan thuis, niet echt. Had ik niet genoeg tijd voor, maar ik ga nu naar een feestje van Charlotte, waar ik afgelopen zaterdag was. Zij geeft een soort tapas workshopje, gezellig eten met z'n allen. Voor verschillende YouTubers. Ik heb nog geen idee eigenlijk wie er allemaal komen, van een paar weet ik het wel, maar... Er komen er niet superveel of zo, maar er komen dus een paar YouTubers. In Amsterdam, dus ik ben op weg naar Amsterdam. En je vraagt je af, waarom ben je nou weer aan het lopen? Omdat ik gezeik heb, natuurlijk, met de bus. Ik had al gezegd, toch, dat de bus niet rijdt zoals die hoort te rijden, omdat hij een soort zomerschema heeft. Allemaal leuk en aardig natuurlijk, maar er staat helemaal nergens hoe laat de bus nu dan reist. Dus het staat niet in het bushokje, weet je wel? Dus ik heb geen idee. Dus ik dacht dat hij om x laat zou komen. Kwam die niet, dus nou ben ik... Het zou nog 26 minuten duren voordat hij er zou zijn. Ik dacht, ik loop wel naar de straat waar meerdere bussen komen. En dan kan ik daar gewoon een bus naar Utrecht nemen. Dus ik ben al een tijdje aan het lopen. En ik weet het niet met dit weer. Ik heb een trui aan. Ik heb een jas bij me. Want soms is het koud, soms is het warm. Vanavond wordt het koud als ik weer terug ga. Dus ik weet het niet. Oh, je bent aan het vloggen. Ah, schat. Kan ik weer even mijn haar doen? Dat doe ik altijd aan jou. Standaard, gaat ze daar. Ik heb mijn haar gekruld, wat vind je ervan? Ik vind het mooi. Ik ook. Dank je. Anyways, we zijn er. Ja, kijk eens hoe leuk. Kijk, hoe gezellig. Ja. En deze meneer heeft een hele lekkere cocktail gemaakt. Zal ik hem naar opzetten? Hallo. Ja, dan ga ik even filmen. Hij is echt lekker. Dit gebouw is ook van die. Dit gebouw is ook van die meneer. Dag meneer. Ik huur het. Oké. Dit is haar meneer. Dat is, het is haar meneer. Dit is je grote broer. Hey, vriend. 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 Hallo, sussie. Hallo. Nou, hij zal even wat lekkers aanmaken. En ik dacht, ik doe even olijfolie met peper en zout. Dan kunnen we al een beetje broodjes dippen aan die kant. Lekker. Hey. Ik heb zelf een brood. Ja, bij jou. Even inzoomen op je make-up hoor. Het is zo mooi. Ik doe de camera aan. En net op het moment dat ik hem aan doe, begint die gast te boren. Anyways, het is heel gezellig. Het is leuk. Die paar meiden. Ik weet niet of je het kunnen ruiken. Oh, maar we hebben net tzatziki op brood gegeten. Dat heeft de broer van Charlotte gemaakt. Het is echt heel lekker. En we gaan echt stinken vanavond naar knoflook. Veertje moet ook nog komen, hoor ik. Rutger zou ook komen. Maar het is nog niet. En hij is laat. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Moet je kijken wat die gast hier heeft. Dit staat gewoon bij zijn deur zo. Echt zo'n oldschool McDonald's ding. En hij vertelde net, dit is midden in Amsterdam, hè, dus allemaal toeristen en zo, dat er al een keer een Chinees binnen was geweest. Kunnen we even een hamburger? Nope. Wat maken jullie? We maken gevulde dadels. Gevulde dadels, en wat zit er allemaal nog mee in? Witte quantijn fles. Oh ja. Lekker. Top. Toppie. Toppie, lekker. En weer de lekkere majoel, hè, is het? Majoel. Ja, majoel. Ik weet nog steeds niet hoe je dit uit moet spreken. En wat doe je? Ik maak cocktails op feesten en locaties. En gaat het goed? Dat gaat heel goed. Gaat het leuk? Zeker. En dat gaan we zien. Dan gaan we nu over naar een zelfgemaakte cocktail. En daar hebben we een shakebordje voor nodig, hè? Ja, ik vond het een leuk idee. Normaal zien we zo'n cocktail shaken met een Boston shaker. Ja. Stel voor dat je die niet hebt. Dan heb je een shakebordje. Ja. Zet erop. Scheuren. En Kees, klaar. We zijn cocktails aan het maken. We hebben net cocktailles gehad van meneer.
Hoe heet deze? Litchi Love. Litchi Love. Dankjewel, bro. Je hebt er twee gedaan, hè? Ik ben me niet dronken aan het voeren. Oké. Dubbele. En in plaats van in zo'n, hoe heet zo'n zilveren ding normaal? Boston shaker. Oké. Okay. Maar nou doen we het in een potje. Hij is erbij. Ja. Hoppa. Klein beetje. En dan? Short grenadine erbij. Hoppa, lekker zoet. Oh, ik zit te knoeien, jongen. Oh my god. Maar het is wel lekker. Ja. Oh, ik heb er maar één. Ja, een aanrader dus hoor. Die was erg. Die was iets te veel zoveel. Ja, we hebben net heel leuk de intro gefilmd. En we moesten bukken met z'n allen. En het was heel spannend. Het was heel spannend. Want ik zat hier helemaal naast elkaar zaten we en ik dacht, oh. En ik wilde dat vloggen, maar ja, ik heb mijn camera niet bij me. En ik heb foto's. Ja, ik heb foto's. Super spannend. Het was met koffie. Oké, okay, ik ga gewoon wat cappuccino schenken. Kijk hem gaan, jongens. Kijk hem gaan. Hard, hard, hard. Ça c'est pour toi, mais il n'y a pas un truc dedans. Bah, j'ai pas fait une image là-bas. Bah, j'espère que. Cappuccino. C'est une cappuccino, mais j'ai pas fait une. Comment ça s'appelle un truc? Je connais pas le mot en français. Bah, en fait, c'est une petite image. Je l'ai pas fait. Oh, het is niet een plaatje, dingen. C'est du café avec lait. Light. Hoi allemaal, ik zal even de behind the scenes filmen wat hier allemaal gaande is op dit kookevent. Inmiddels heb ik de camera maar gepakt, want we hoeven het niet af te wassen. Het hoort niemand nu, dus dat horen jullie wel. Iedereen staat lief naar me te zwaaien, maar ik film eigenlijk gewoon omdat ik niet wil afwassen. Oh, volgens mij heeft Kiwi me door. Hè? Lekker afwassen. Ja, jij gaat afwassen inderdaad. Doe je best. Lekker poetsen, emotioneel afscheid. Dankjewel. Ga je ook afwassen? Ja, ik heb al heel goed meegekomen. Oh, oké. Okay. Doei, doei. We gaan hier nog even afwassen. Het zal allemaal goed komen. In the end. Tot zo meteen. Maar dan zie ik iets anders uit en heb ik iets anders stem. Dan ben ik Kiwi. Iedereen is al weg, jongens. En wie is er nog? Kiwi. Kiwi is er nog. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. See me running through that open door. I believe I can fly. Het gaat los, jongens. 'Cause I believe in you. Op een geslaagde avond. Ja. Yes. Water. DJ. We zijn heel laat. Het is al heel laat. We zijn op weg naar station. Station. Station, je weet. Je weet zelf. Pas op dat we niet aangereden worden. Van. We zijn al heel aan het lopen. En ja. Charlotte heeft langs last van de hoefjes. Van de hoefjes. Ah. Zijn er nog mensen die met korting mee willen rijden? Natuurlijk. Korting altijd. Waarom zou ik af? Ik heb gratis. 100%. Gratis studenten, gratis. Hoi lievertjes, kunnen jullie me zien? Oké, het is heel donker. Please excuse me. Dus ik hoop dat ik nog een beetje licht heb. Ik ben op weg naar huis. Ik heb weer een andere bus genomen dan mijn eigen bus. Maar mijn eigen bus zal pas over een half uur komen. Was ik het niet zo mee eens. Oké, je ziet me nu echt niet meer. Hey. Ja hoor, ik heb weer mijn ogen gevreven. Ik heb een hele fijne avond gehad. Het was echt heel gezellig. Dankjewel, lieve Charlotte. Ik ben heel erg moe. Ik ga naar bed. Ik ga slapen. Keihard slapen. Gewoon keihard slapen.